Hi Steenbok, leuk je kijken naar de Korte Weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 11. En dat is van maandag 14 maart tot en met zondag 20 maart. Ik zal de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Steenbok alsof, normaal gesproken lijkt het eigenlijk altijd alsof je alles helemaal goed voor elkaar hebt en eigenlijk ook nooit zo echt helemaal uit de band springt. Deze week kan er ineens een bepaalde verandering komen waarin je echt even over nadenkt van en nu? Moet ik hier nu iets mee? Wil ik hier iets mee? Wat gaat er gebeuren? Je hebt gewoon het idee deze week dat er echt even iets is wat totaal anders is dan dat er normaal gesproken op je pad gaat komen. Niet dat je daar niet mee kan omgaan, want ik heb het gevoel dat je als steenbok daar zeker wel weer een oplossing voor gaat vinden. Maar het is wel een stuk waar je echt even achter je oren krabt van die had ik niet zien aankomen. Natuurlijk ga je daarmee aan de slag en ik heb het idee dat je je ook heel duidelijk gaat uitspreken over wat dingen met je doen of gedaan hebben of welke kant je op wil. En dat lijkt me ook echt een stuk te zijn, dat je het vrij snel weer heel erg rustig kan krijgen. En daar bedoel ik mee kalm, hè, of in evenwicht, maar het is wel even een stukje waar je echt even bij jezelf nadenkt. Wat is hier nu ineens gebeurd en hoe heb ik dat nu niet zien aankomen? Dit was weer de Korte Weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt en ik wens je sowieso een super fijne week.